Nog 4 minuten, mensen. Hallo? Zou ik even jullie aandacht mogen? Lieve volwassenen. Lieve volwassenen, hallo. Ik maak me zorgen. Echt veel zorgen. Over hoe de aarde eraan toe is. Wanneer ik net zo oud ben als jullie. Het aantal wilde dieren op aarde is de afgelopen 40 jaar tijd ongeveer met de helft verminderd. Er komt jaarlijks 8 miljoen ton plastic in de oceaan. Dat is 10 wolkenkrabbers van plastic. Al bij 2 graden opwarming zal bijvoorbeeld 99% van al het koraal verdwenen zijn. Er worden complete natuurgebieden verwoest omdat we te veel vlees en zuivel willen blijven eten. Als het zo doorgaat, sterven nog meer dieren uit. En weet je, jullie kunnen er ook niks aan doen. Het is zo gelopen. Het heeft geen zin om iedereen de schuld te gaan geven. Maar we willen jullie 1 ding vragen. Maak je naast de zorgen van vandaag ook zorgen om morgen. Over de tijd wanneer ik volwassen ben. We kunnen niet meer langer wachten. Daar is het te laat voor. We willen het nu anders doen. Hoe? Wanneer? We zijn al aan begonnen. Wij gaan het anders doen. Ik zeg met trots dat ik een klimaatzaker ben. En ik ben niet de enige. Lieve volwassenen! Ik samel met mijn escape room geld in voor de bedrijfdesdienst gebad. Ik roep iedereen op om op maandag plantaardig te eten tijdens Meatless Monday. Nou, we zijn bezig met de vulling voor de wrap. Eet smakelijk! Ik heb een actie opgezet zodat restaurants geen plastic rietjes meer gebruiken. Maar zonder jullie hulp gaan we het echt niet redden. Het probleem is groot. Maar de oplossingen beginnen klein. Eet vaker plantaardig. Pak de fiets. En alsjeblieft, gebruik minder plastic. Dus kom vandaag samen met ons in actie. Dank u wel. Dank je wel.